Suriname en Turkije zullen in het eerste kwartaal van 2019 een luchtvaartovereenkomst tekenen. Dat heeft minister Ildis Polak Begli van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd tijdens een persconferentie op haar ministerie. De ondertekening van deze overeenkomst is een van de directe gevolgen van het bezoek van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlut Cavusoglu, op 21 september. Na het ondertekenen van de overeenkomst zullen Surinamers en Turken visavrij mogen reizen naar elkaars landen. Polak Begli onderstreepte dat hiermee ook invulling wordt gegeven aan het toerismebeleid van de regering. Wij hebben van Turkije aangemoedigd gekregen de mogelijkheid om te benutten hun ontwikkelingsfonds. En wij zullen hier ook een regionale vertegenwoordiging krijgen in de naaste toekomst. Naast het feit dat Turkije ook zal zorgen voor het plaatsen van een ambassade in Suriname. In dit geval is het belangrijk aan te geven dat Suriname de benutting zal doen plaatsvinden op het gebied van onderwijs en volksgezondheid voor de bouw van scholen in gebieden waar die nog niet staan en hospitalen waar mogelijk, maar ook het mogelijk trainen van onze mensen op het gebied van defensieaangelegenheden, op het gebied van milieu en bestrijding, wel het tegengaan van rampen en hoe daarmee om te gaan. Ook op het gebied van diplomatieke en economische betrekkingen zullen er overeenkomsten worden getekend, gaf de minister verder aan. We hebben verder ondertekend een overeenkomst of een MOU betreffende de diplomatieke samenwerking en het kunnen trainen van onze diplomaten. Als ik kijk naar het aspect van economie, er zijn een heleboel mogelijkheden. Wij hebben geratificeerd de economische overeenkomst. Het verzoek is aan beide zijden dat we ook gaan voor een overeenkomst in zaken het bestrijden van of het tegengaan van de dubbele belasting en investeringsbescherming. Ook die overeenkomsten zullen heel gauw worden onderhandeld. En dat is ook een van de vaste lijnovereenkomsten die we nu aanbieden aan al onze partners. Zodat voor het bedrijfsleven ook voor hun mogelijkheden voortvloeien uit de verschillende bilaterale relaties die Suriname aangaat. Minister Ildis Polak Begli vandaag tijdens de persconferentie op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Suriname werkt aan het verder verstevigen van de betrekkingen met Turkije.